We zijn weer terug bij Build to the Other Side. En we zijn op level 10 aangebroken van de 18 levels. De andere 9 hebben we al gedaan op een andere video. Kijk dat linkje in de beschrijving als je die nog niet hebt gezien. We gaan nu verder. Het ziet er uitdagend uit. Dus ik heb mijn crafting table. Ik heb 2 iron blocks. Een glass stain. Ik heb hier een chain. En wat zit er in de kist? Oké. Ik weet dat ik hier kan staan. Dat weet ik. Laten we het iron weghakken. Vraagteken. Ja, en dan gaan we kijken wat we hiervan kunnen maken. Nee, iron ingots natuurlijk. We kunnen shears hebben. Dat is, kijk wat we... Ja, iron iron bars. Ja, ik denk dat 32 iron bars het beste is. Of nee, 48... Oké, dat easy gast. Kunnen we dan meteen gaan plaatsen? Ja, oké, deze was heel makkelijk. Oh, ik ben wel iets enthousiast aan het bouwen. Gast, deze was easy peasy lemon squeezy gast. Maar op zich met een makkelijke beginnen is ook niet erg. Is ook niet erg. Level 11. We hebben boom, 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 boom. A bamboe. Oh, en zit ook een... Oh, kijk eens aan. Er zit 1 string hier. Of meerdere strings. Laten we die strings even weghalen. Die staan er eigenlijk wel heel sneaky. Dus die wil ik wel heel graag eventjes hebben. Dankjewel. En dan gaan we maar al het bamboe weghalen. Dan brengen we weer terug naar de SMP-tijden. En nee, kijkers. Er komt geen nieuwe SMP. Dan hebben we dat in ieder geval al gezegd. Dan gaat het heel erg goed. Ik denk dat we die scaffolding moeten maken. Aangezien we dus strings hebben. Even kijken, ja, scaffolding. We kunnen er 24 maken. Oké, dan kunnen we... Oh, ho, 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 ho. Je hebt misschien ook wel door dat ik dit nooit doe. Ik was zo van... Wat? Hallo? Hallo, waarom valt dit? Hallo? Waarom valt dit? Ik snap niet hoe scaffolding werkt. Laten we deze hier zo. En dan gaan we niet zo heel erg hoog. Dan kunnen we een betere jump doen. Laten we deze hier... Oh, shit. Oh, ja, 2, 3, 4, 5, 6. We kunnen per 6 doen. Ook al weet ik dat ik misschien eentje extra kan plaatsen. Maar dat maakt niet heel veel uit. En dan gaan we hier 2, 3, 4, 5, 6. Gaat lekker. Oké, we zijn er bijna. We hebben nog 6 blokjes in totaal. Gaan we het hier maar halen? Ik hoop het wel. Kom op, please. 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 Ja, we halen mee. Let's go, baby! Wat een mooie constructie. Ik werk nooit met scaffolding, dus ik heb ook geen idee hoe dat ding al werkt. Maar that's fine. Hoewel, daar zijn we nu bij clay herring. We hebben cake. We hebben denk ik ovens, zijn dit? Oh, mijn blazer wat erin. Clay taarten. We hebben een silk touch pickaxe. Een shovel. Oké, silk touch heb ik denk ik nodig om die taarten te pakken. Of niet. De taarten zijn... Die gaan gewoon gone zijn. Oké. We kunnen wel bricks van maken. Dat is wat we kunnen. Maar we kunnen bricks. Ja, hoeveel brick heb je nodig om überhaupt te bouwen naar de andere kant? Ik heb er nu 4. We kunnen ook flowerpots maken. Maar we kunnen ook bricks maken. Maar met flowerpots kan je daar überhaupt mee bouwen? Lijkt van wel. Oké. Maar kunnen we ook, zeg maar, daadwerkelijk echt bouwen? Of kunnen we alleen daar tegenaan plaatsen? Het lijkt er alleen tegenaan te plaatsen. Ik kan zeg maar niet verder bouwen dan dit hier. Ofwel soms. Oh, waarom doe ik dat wel? Want dat is wel goedkoper met potten bouwen. En hoe bouw je met potten? Oh, je kan het gewoon... Oh, gewoon zo. Wauw. Ik denk dat je gewoon daadwerkelijk met potten moet bouwen. En wat je met die taarten moet, weet ik nog steeds niet. We gaan beginnen met 3 ovens. 1, 2 en 3. Dan gaan we dit allemaal netjes onderverdelen. Zo. En zo. En zo. Dan kan het lekker gaan. Dan gaan we deze potjes alvast gebruiken om verder te bouwen. Oh, dat wordt wel lastig, zeg maar, met andere blokjes nu gebruiken. Daar heb ik misschien niet over nagedacht. Dat is balen. Een lekkere brug bouwen van poortegas. En dan kunnen we af en toe gewoon zelf een bloemetje doen als we dat willen. Kan dat? Ja, toch. Even leuk. Alles is gesmolten. Even kijken dan in. 39. En we kunnen precies 13 potten maken. Dat is echt niet genoeg. Daar kunnen we echt niet van naar de overkant, toch? We gaan het meemaken. We zijn in ieder geval over de helft hiermee. Dat is chill. Ja. En dan, hè? En dan. Ik denk dat we iets fout doen. Want we kunnen uiteindelijk nog dan, ja, een crafting table neerzetten in principe. Heb je ook kans dat je hem nog oppakt? Oh, deze kunnen we oppakken. Sick. Oh, deze ook. Oh, je kan alle potten oppakken. Oh, oh mijn god. Ondanks zeg maar dat er mining fatigue op zit. Die dingen one-shot je gewoon om op te pakken. Is dat alleen maar een pickaxe? Nee, het algemeen. Oh mijn god, je hebt maar gewoon maar 2 potten nodig. Holy shit. Ik zat er ineens aan te denken, joh. Oh, ik ben zo fucking slim, hè. Dat is echt niet normaal. En doen we gewoon eventjes. Zo. En zo. En dan doen we ploep. En dan zijn we er. Boom, gast. Een child's best friend. Dat is een sneeuwman, heb ik vernomen. We gaan meteen een sneeuwman maken, denk ik. We kunnen een pickaxe maken.
Maar ik neem aan dat dit een normale pumpkin is. Ja, dus dan moeten we een share maken. Helaas, gaan we ook gewoon doen. Dan zetten we deze erop, sharen we hem. En dat is niet genoeg. Dan moeten we een shovel maken. Want dan kunnen we sneeuw krijgen. En met sneeuw kunnen die gozer inspawnen. Kijk eens aan. Dan maken we een blokje. Dan plaatsen we, halen deze weg, want deze is te laag. Plaatsen we deze hier. Plaatsen we deze daar. En hij komt gewoon niet. Wat kut. Hoe je een sneeuwman maakt, die kan je toch gewoon zo maken. Ja, hè. En als hij dan gewoon lekker loopt, dan kunnen wij weer sneeuw maken. Infinite snow. Kunnen wij weer ziek snowblocks van maken. Als jij gewoon even lekker je ding doet, doe ik ook even lekker mijn ding, ja. En to the salon. Naar de overkant. Oh, kijk. Oh, hij blijft daar staan. Oh, maar dit is chill. Dit is relaxed. Ja. Blijf maar daar staan. Dit gaat perfect. Ja, keep on going, my friend. Oh, nah. Nou, ik denk dat we nu wel genoeg hebben. We hebben er 20 bij. Dat is een relaxed glitch, mag ik zo zeggen. Relaxed glitch. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Maar toch wel helemaal. Hoppa, gast. Lekker bezig. Godspeed. Oeh. We moeten dus snel zijn. Staat hier een bordje met biome temp is 0. En wat dat betekent, geen idee. Wat hebben we hier? Een ice pick. Interessant, leuk. Oh, we hebben zo'n achievement. We hebben hier sponsor die we op kunnen drogen met lava. We hebben heel veel. We hebben wel heel veel spullen. Ik denk dat we een potion moeten maken met iets. Dat we moeten gaan brewen. We kunnen ook 1 sugar krijgen. En dan moeten we daar komen. Is er een fall damage of slow falling? Zullen we eens weten hoe je die zou moeten maken. Goed, we gaan even kijken. We gaan gewoon eerst wat dingen proberen. En daarna gaan we pas nadenken. Blazewortje zetten we hier nou om. Dan gaan we maar gewoon een netherwartje erin gooien. En uiteindelijk een suikertje. Ik weet niet wat je met een suiker kan krijgen eigenlijk, om eerlijk te zijn. En die ice pick, ja, moeten we die dan gewoon hakken, I guess. Gebeurt hier wat? Ja, het doet wel wat. Wat we met de spons en lava moeten doen. I mean, ik kan dit dus gebruiken om in de furnace te gooien. Maar we hebben een potion of speed gekregen. Oh, wacht eens even. We kunnen wel dit hier plaatsen. Dan gaat dit ook weer bevriezen, denk ik, toch? In ieder geval, dat zou logisch zijn, want hier was het koud. Wat de hel moet dan met een spons ook? Ik heb echt werkbaar geen idee. Hier zo. En dan... Oh, de spons. Kut, ik ben de spons vergeten. Nou, ik hoop dat ik de spons daar kan plaatsen. Daar gaan we. Ladies and gentlemen, here we go. Pam, 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 pam. Oh, nee. Oh, nee. Wacht, ik heb water. Oh, ik heb water. Nee, waar is water? Waar is water? Nee, ik heb water geplaatst, het is weg. Nee. 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 No, come on, man. Ik had hem. Maar toch... Oh ja, omdat het een spons is. Oh, ben ik een idioot. Oh, ik plaats water met een spons. Oh, ik ben zo stupid. Oh, ik had hem. Oh my god, ik ben zo ongelooflijk dom. Ik ben trouwens hier ook een beetje aan het clownen. Nou, op zich, ik kan zo'n schuinwaartse brug maken hiermee makkelijk. Kijk, hier, boom. Oh, dit gaat echt perfect ook gewoon. Kijk, je moet er gewoon hier plaatsen. Je kan hier makkelijk gewoon een brug met dit maken. Holy shit, ik ben zo goed. Ik ben zo slim. Kijk. Gewoon dit. Je hoeft alleen dit te doen. Hoppa. Ik wil die andere tering zo niet eens te doen, joh. Gast, ik ga dit gewoon op deze manier doen. Op mijn manier. Oh mijn god, ik ben zo trots op mezelf dat ik hier zo goed in ben, joh. Minecraft. Dat niet normaal. Oh, nee. Oh, kut. Ik was te vroeg aan plaatsen. En nou heb ik het best. Nou, ik heb nog 6 blokjes. Dus dat is fijn. Daar gaan we makkelijk mee halen. En Geronimo. Hoppa, baby. Ik heb nog een bucket of water. Dankjewel. I'm out of here, boys. I'm the best. Level 15. En die heet, of course. Nou, thanks for the hint. We hebben gravel. We hebben wat dirt. Wat zit hierin? Een shovel. Ja, dan gaan we even shovelen, denk ik. For the time being. Kijken wat we ermee kunnen. Soms krijgen we nog wel een flintje. Dat is ook leuk. En ik ben bang dat we ook niks anders gaan krijgen dan dit. Ah, oké. Dit wordt wel... daadwerkelijk lastig. Maar ik weet niet precies wat ik kan op dit moment. We kunnen... Oh! Oh, oké. Dat kunnen we maken. Maar dat is het enige wat we kunnen maken. Dat is balen. Maar ik weet niet wat je met dit gekke dirt kan. Kan je er ook iets mee of zo? Blijf gravel eraan plakken? Nee. Ik dacht misschien eens wat te proberen. Dus ik kan eigenlijk niks meer dan dit. En dit eigenlijk. Ik heb werkbaar geen idee. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Oké, ik zat te lang vast op deze. En ik heb maar toch even ingeschakeld op de YouTubes. En waar ik achter ben gekomen is... Dat je natuurlijk dit kan maken. Maar dan heb je dus 4 dirt gekregen. Maar met de dirt kan je weer met je shovel
rechte muisknop op doen en dan weer hakken. En dan wordt het normaal dirt. Dus eigenlijk met twee dirt kan je al het gravel wat er is veranderen in dirt. Holy shit, dat is clever. Ik wist het niet. Dit is iets wat ik totaal niet wist. Dus ik had het ook niet uitgevolgd kunnen hebben, denk ik. Wat ongelooflijk goed dit. Zo, dan maken we er achter van. Plaatsen we dat eventjes mooi in een rijtje. Dan denk je, oh, is normaal dirt. Nee. Nu is het normaal dirt. Jazeker. Oh, wat goed dit, joh. Wat goed. Voor mij denk ik ook al wel genoeg naar de overkant te komen met 32 of 33 kat. Maar deze was goed, ouwe. Ik vind het jammer dat ik deze niet heb opgelost zelf. Maar dat compenseert natuurlijk ook wel weer met de andere die ik net heb gecheesed. We zijn bij level 16. Like clockwork. We hebben hier een trapped chest. And that's it. Oh, we moeten een vliegmachine maken. Kut, ik moet dat ook weer. Maar ik heb dat ooit dream zien maken, oké? Okay? Kan ik hier bouwen? Nee, ik moet echt daadwerkelijk hier in de lucht bouwen. Nee, ik heb een soort van iets gemaakt hiervan. In mijn SMP-tijden. In mijn SMP-tijden. Kan ik hier wat plaatsen? Ja, sick. Oké. Plaatsen we jou hier. Plaatsen we dit. Oeh, nou. Ik weet het allemaal net nog niet. Hoe ga je dit zo lastig bouwen hier? Misschien zo. En dan deze moest hier. Ja, en dan moest ik deze zo hier plaatsen. Ja, dit hier. En dan moet de observers hier op. En dan moet hier wel naar kijken. Even kijken. Plaatsen we dit honing zo. Dan doen we deze zo. Klootzooi. Ja, dit. Ho. Hij kut. Hij werkt al, maar hij werkte nog niet, omdat die anderen nog niet meepakte. Ik heb het wel een soort van verneukt. Ik denk dat ik het zonder op te zoeken wel kan maken, denk ik, hoop ik. Het enige wat je met die honeyblocks eigenlijk moet. Maar goed, dan deze zo. Gaat, kijkt hij naar beneden? Ja, is goed wel. En deze moeten we zo doen. We moeten een bootje plaatsen. Ik ben bang voor deze kist. Deze kist gaat het waarschijnlijk verneuken. Dus die gaan we even weghalen. Op deze manier. Een bootje hier bovenop of zo. Geen idee. Auw. Oké. Bootje zetten we hier neer. Dat kan ik hier zo meteen in. Ja, en dan? Geen idee. Moet ik eentje weghalen gewoon? Hij ging... Oh, wacht, hij ging de verkeerde kant op. Hij ging wel. Oh, maar klikte de verkeerde kant... Klikte ik de verkeerde op? Wacht, voor mij deed ik het. Voor mij deed ik het letterlijk. Oh, wacht, ik heb deze uitgedupliceerd. Dan zetten we de boot hier weer neer. Op deze plek. En dan gaan we niet deze weghalen, maar deze. Gaat dat werken, denk je? We gaan het zien. Oké, die boot is goed roteren. Oké, sla maar. Oh, yes! It's working! Come here, Dream! Come here, Dream! Yes! 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 Fuck yeah! Let's go! Woo! Eén na laatste leveltje. Ik voel me echt daadwerkelijk slim dat ik het niet heb opgezocht. Goed. Ik heb geen idee hoe deze shit werkt. Echt werkbaar geen idee. Zit lekker aan het drippen. Oh, ik kan... Hey. Hallo. Howdy. Ik kan iets gatheren zonder iets te slopen. Dat is fijn. Moss carpets, baby. We got it. Dan kunnen we hier omhoog gaan. En met dit dingetje. Kunnen we kijken wat hierboven zit. Oh, wacht eens even. Oh, een wooden pickaxe. Bot. We moeten bot weghakken. Bone meal. Ja. We hebben bone meal nodig. 100%. Maar voor wat? Weet ik niet. Ik heb waarschijnlijk al verneukt. Ik weet niet waar ik de bone meal op moet gebruiken. Dat weet ik nog niet. Kunnen we jou laten groeien of zo? Nou. Ja. Nee. Sick. Heel sick. Misschien hier laten groeien? Please grow. Waarom groeit hij niet, man? Misschien moet ik er nog eentje opzij doen. Als hij hier niet wil groeien, weet ik het ook niet meer. Oh! Hij groeit. Oh, hij groeide meteen ook gewoon. Wauw. Oké, dan krijgen we hout. Maar wat kunnen we met hout? Oh, we kunnen dit steen allemaal hakken. Misschien. Dat kan zeker. Bro, ik ben zo ongelooflijk slim, joh. Mijn brein is groot. En zadadim badaboom. We zijn er, baby. Level 18. Die bitter end. De laatste. Oh. We hebben hier respawn anchors. En geen een daarvan doet het hem. We hebben hier weer zo'n nare gozer. Echt allemaal spullen. Waarschijnlijk hebben we de helft niks aan. Hier hebben we ook nog allemaal andere spullen. Oké, we kunnen dit ding kapot maken. Maar daar hebben we niet heel veel aan, denk ik. We kunnen brewen. Dat is leuk. Dat is sick. We kunnen zelfs spyglass als we dat willen. Om te kijken wat jij te maken hebt. Ja, hallo. Hier is ook nog een shulkerboxje.
Ja, we krijgen eigenlijk heel veel zooi, om eerlijk te zijn. Oh, hier. Oh, hallo. Deze banner. Oh, er zijn meerdere banners. Ik weet niet of ik wat aan banners heb. We hebben heel veel dingen, maar we kunnen er net niks mee, omdat er dingen missen. Nou, 3 chocoboxen kan ik maken. Dit ding kan ik neerzetten. En dan kunnen we deze fruitjes gebruiken. Zo. We kunnen deze potjes gebruiken. Dat is 1. En dat is 2. Ik zit echt te kijken naar mijn inventory. Maar ook, hiermee kan ik nog bouwen. Endrot. Als het goed is, denk ik hoor. Dat ik daar kan. Nou, of ik kan dat gewoon totaal niet. Dat mag ook. Oké, we hebben eerst die 2 dingen gedaan. En dan kunnen we deze allemaal plaatsen. En nog iets wat ik hier kan doen. Oh, ik kan het water hier teruggooien. Oké, dat is ziek. Dus ik kan een bucket of water krijgen. Dat is nice. Oké. En met een bucket of water. Even kijken hoor. Kan ik die flesjes ook weer vullen. Zo. Kunnen we misschien alsnog iets met brewen doen. Maar wat? Ik kan alleen de weakness potion maken. We hebben wel die bucket of water. Ja, in principe. Kan ik deze ladder hier neerzetten? Of lukt dat niet? Nee. God damn it. Ik ga proberen het rennen te doen. Ja! Oh, heb ik... Wacht. Wat? Oh, ik pak het water weer op. Oké, je kan het water te werken daar plaatsen. Oké, dat is ziek. Huh. Boom. Yes. Oh, is dit de bedoeling? Waarschijnlijk niet. Maar I'm so sick. Het is game. Oké, en nu kan ik gewoon veilig. Als ik het water aanraak en niet de grond, kan ik hierboven komen. Sick. En dan ben ik bij hem. En ik kan het water gebruiken om hetzelfde te doen. Maar ik heb maar 1 keer water. Dat is trouwens niet waar. Want ik kan dit weer vullen. Ik kan dat daar weer vullen. Oké, ik moet alsnog dood. Ik heb een plan. Vullen. Heb ik weer water. En dan gaan we weer. 1, 2, 3. Vullen. Hebben we weer water. Boom. Infinite water source. God, baby. Ik hoop zo dat dit niet de solution is, hè. Oh mijn god. Ik vergat te jumpen. Het is wel een lastige jump, dit. Het is echt, ik weet niet hoe ik het van me voor elkaar heb gekregen. Maar het is een lastige jump. Oké, daar gaan we. Ja. Hoppa. Water geplaatst, baby. Waarschijnlijk was dit totaal niet de bedoeling. Maar... Hey, dit is mijn manier van het oplossen van een puzzel. So, I'm so proud, hè. I'm so proud of myself. Got him, boys. Got him. Ik ga uiteindelijk echt een video opzoeken hoe andere mensen dit hebben opgelost. Want ik heb een gevoel dat ik het zo erg heb gecast. Maar dat geeft niet. We made it. Woo! Nou, dan was het bij deze dit Minecraft-avontuur wel weer. Nogmaals, heb je aflevering 1 nog niet gecheckt? Check het in de beschrijving. Laat ook leuke recommendations achter van Minecraft-mappen die ik moet gaan spelen. En zie ik je graag terug bij een nieuwe video. Ik stel een mening dat is later. Later.